Ze wist niet meer waar ze was en waar ze hoorde. Daar hebben we over gesproken. Maar eerlijk gezegd hebben we iets meer in het begin erover gesproken dan later. In het begin ook om gerust te stellen. Maar ja, je stelt iemand gerust vanuit je eigen onwetendheid. Ik wist daar niet zo gek veel vanaf. Niemand wist daar veel vanaf in onze omgeving. We hadden het ook niet meegemaakt in de familie. Maar later, toen je begreep dat het toch iets structureels was, was het eigenlijk taboe om er met haar zelf over te spreken. En ik weet niet of dat verstandig was. Waarschijnlijk was het niet verstandig. Maar dat was de onhandigheid van de leek. Niet de onhandigheid van degene die er zelf geen zorg over heeft. Dat is totaal niet het geval. Maar de onhandigheid van de leek. Het is zoals het is. Je weet niet precies hoe je ermee om moet gaan. Je gaat er zo goed mogelijk mee om. Maar je probeert ook niet haar weg te houden. Mijn vader heeft ook nooit geprobeerd haar weg te houden. Gedurende de laatste 2 jaar kan je nauwelijks meer de deur uitkomen. Maar hij wandelde met haar. En zij ging ook naar de kerk. Ik herinner mij, want wij deden het dan ook wel. Mijn moeder hield erg van zingen, heeft gezongen, heeft ook gedirigeerd in het verleden. En voor haar was de Matthäus Passion iets heel bijzonders. En wij namen haar mee naar de Matthäus Passion in de Pieterskerk in Leiden. En je merkte dat ze, want ze kende de hele Matthäus, geleidelijk aan ging meeneurien. En op een gegeven moment kon ze zich niet meer houden met dat slotkoor en is toen uit volle borst is zij dat slotkoor gaan meezingen. Dat was erg moeilijk natuurlijk, want men wilde het koor horen en zij zong mee, maar we konden er dan de mensen vlak om ons heen wel uitleggen dat we dat niet helemaal konden controleren en men begreep dat wel. We hielden haar dus niet weg en er gebeurde wel eens wat. Maar er werd ook eigenlijk door mensen wel begrijpend op gereageerd. Dus ik weet niet precies hoe ik zelf zou reageren, maar ik heb het gezien. En als ik me daarin verplaats, dan kan ik op dit moment nog steeds eigenlijk alleen maar een gevoel van vrees uiten. Als het mijzelf zou treffen, en je weet ja, dat die mogelijkheid bestaat, dan zou ik daar zeer bevreesd voor zijn. En meer bevreesd omdat ik heb meegemaakt wat het betekent, hoe onafwendbaar het is, dan wanneer ik het niet zou hebben meegemaakt. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen die het zelf treft, het heel lang niet willen weten uit vrees. En het heel lang proberen weg te houden voor anderen uit vrees. Omdat ze op een normale manier door willen communiceren met anderen. Ik zag die strijd bij mijn moeder ook. Ze had al die gesprekstrucjes. Waarbij ze door bepaalde antwoorden te geven de indruk wilde wekken dat ze het toch wel begrepen had, dat ze het toch niet was vergeten. In het begin heb je dat niet door, op een poosje later ga je dat doorkrijgen, want dat gaat zich zo herhalen. En dan weet je, ze weet dat ze in een bepaalde fase is terechtgekomen. Ze worstelt daarmee. Nou, ik ben daar bang voor. En ik kan me heel goed voorstellen dat iemand die worsteling, die hij of zij meemaakt, wil bedekken voor anderen, het nog niet wil toegeven. En op een gegeven moment kan je het niet meer toegeven aan een ander, want dan weet je het niet meer. Dat is ook het probleem. Dus het is een uitermate moeilijk proces waar mensen doorheen gaan. En ik kan alleen maar hopen dat het mij niet treft. Maar het blijft, geloof ik, een groter probleem, omdat je, als je een taboe wil opheffen,
erover moet kunnen spreken, ook met de mensen die je treft. En het taboe op kanker is doorbroken doordat diegenen die door kanker worden getroffen er vaak open over spreken, op voet van gelijkheid met de anderen. Het taboe op Alzheimer is niet volledig doorbroken, omdat degene die het treft zelf niet op voet van gelijkheid met alle anderen daarover spreken. Of dat ooit het geval zal zijn, weet ik niet. Misschien wel. Misschien wel als het taboe op dementie geleidelijk aan afneemt, waardoor mensen zelf nog niet dement zijnde, wetende wat het is, erover gesproken hebbend met derden over het verschijnsel, wanneer het hen zelf treft, dan ook daarover zelf zouden kunnen gaan spreken. Dat is dus een nieuwe fase in het hele proces. Of je die moed zou hebben, ik geloof dat ik als bij kanker zou treffen, dat ik de moed zou hebben om daarover te spreken met anderen. Ik weet niet of ik de moed zou hebben om met anderen te spreken over een ziekte van de geest als die mij zou treffen.